heel erg druk rijden van tot aan het einde van de straat. Sinds de invoering van de coronamaatregelen in maart is het steeds drukker geworden bij de voedselbank. In Amsterdam is het aantal aanmeldingen met 25% gestegen. En bij de voedselbank op het Makassarplein in Oost zien ze een nog veel grotere toename. Voor de coronatijd hadden we 85 klanten. En 85 klanten staat voor 85 gezinnen. Dus dat kunnen zijn één persoonshuishoudens tot en met 6, 7, 8, 9 mensen in een huishouden. En nu zitten we tegen de 150 aan. Ook de klanten van de voedselbank zien het drukker worden. Volgens hen komen er mensen met allerlei achtergronden. Ja, de ene is uit elkaar gegaan, de andere is een baan kwijtgeraakt. Het zijn echt hele verschillende dingen. Volgens de directrice van buurtcentrum De Archipel zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt en hebben ze geen andere keuze dan naar de voedselbank te stappen. Want vaak zijn het ZZP'ers die nu zonder opdrachten komen te zitten. Het zijn mensen met een parttime baan waarin die natuurlijk net wel voort kunnen. Maar de fulltime baners worden verkort. Dus dan val je al heel snel in een probleemsituatie. Ja. Ze zien bijvoorbeeld een taxichauffeur hebben wij bijvoorbeeld hier. Die had van de een op de andere dag geen toeristen meer in zijn auto. Die zijn dan nu klant van de voedselbank. De voedselbank geeft aan dat er vooralsnog wel genoeg producten zijn om de mensen te kunnen helpen. Ze hopen dat nu de maatregelen zijn versoepeld, er weer meer Amsterdammers zullen zijn die het zelf redden. Maar zover is het nog niet. Ik verwacht dat wij de komende maanden nog wel een toename van klanten zullen blijven zien hier.